Fijnstof is de gevaarlijkste vorm van luchtverontreiniging die wij kennen. En het doet eigenlijk twee dingen met je. Het eerste is dat bij blootstelling aan fijnstof, zoals we die in Nederland kennen, de kans op longziekte toenemen. Moet je denken aan astma, maar ook bijvoorbeeld aan longkanker. En het tweede wat fijnstof doet, is dat de kans op hartvaatziekte toeneemt. Dat wil zeggen de kans op hoge bloeddruk, hartaanvallen enzovoort. En alles bij elkaar zijn de effecten buitengewoon groot. Er wordt eigenlijk geschat dat tussen de 15.000 en 25.000 mensen per jaar te vroeg overlijden vanwege de blootstelling aan fijnstof. De kans op gezondheidsschade is het grootste in de grote steden. En binnen die steden is de kans dan nog weer groter dan normaal in de buurt van drukke straten en snelwegen. En dat hangt nauw samen met de vele dieselauto's die we op de wegen zien. Milieudefensie strijdt al jarenlang voor schone lucht. En gelukkig kan de lucht ook schoner. Samen met de politiek kunnen we het verschil maken. De politiek kan zich bijvoorbeeld bezighouden met het invoeren van milieuzones. Door die zones houd je het meest vieze verkeer buiten je stad. Verder kan ze de maximumsnelheid begrenzen op 80 km per uur. En tenslotte heeft het openbaar vervoer nog wel een duwtje in de rug nodig. Mensen kunnen er natuurlijk ook een flinke bijdrage aan leveren, door bijvoorbeeld de auto wat vaker te laten staan. Meer dan de helft van de ritten gebeurt in de stad en is korter dan 6 kilometer. Dat leent zich uitermate goed voor de fiets of het openbaar vervoer. En wees eerlijk, zouden we niet allemaal wat vaker op de fiets moeten stappen?